Veel boeren in Suriname zijn nog niet echt bewust van klimaatverandering. Dit vanwege het feit dat een heleboel landbouwers nog op de primitieve manier te werk gaan. Voor Bainat is het geen nieuwigheid dat ze te kampen krijgen met het droge weer. De boeren die daarvan bewust zijn, hebben hun bedrijf zodanig aangepast aan het klimaat. Wat het probleem is, in de droogte moet je dan volledig, voldoende water hebben om je terrein te bevloeien. Dus je waterhuishouding moet echt goed zijn. En vele boeren die zijn wel ready voor, maar vele ook nog niet. Want het water, die buffer die je moet aanleggen, daar moet je terrein voor hebben. Je moet investeringen gaan plegen en al dat soort dingen. Als gevolg van de opwarming van de aarde kan de prijs van groenten omhoog gaan. Ook omdat er dan minder geproduceerd wordt. Die kosten om te produceren wordt hoger. Want, en je kan ook niet waar je bijvoorbeeld, je veel tijd van jou gaat eraan dat je moet gaan besprenkelen, besproeien, met bezig zijn, met water toedienen aan je aanplant. Dat veel tijd waardoor je niet veel kan planten. Want als een dag 12 uur heeft, kan je 10 uur werken, maar niet, meer kan je niet werken. Kan je 14 en 15 uur gaan werken, dus waardoor je minder gaat kunnen planten. En minder planten betekent ook minder aanbod.